Hallo iedereen en welkom bij het tweede deel van mijn borstvergrotingsvideo. Vandaag zal het de Q&A zijn. Zijn jullie geïnteresseerd in mijn persoonlijk verhaal over de borstvoeding? Oh my god, dat zei ik allemaal. Over de borstvergroting. Ga dan naar de vorige video en daar vertel ik jullie alles over mijn ervaring. Hier zijn de vragen. Het zijn er veel. Ik ga de beste eruit nemen. Hoe lang moet je meestal wachten tussen consultatie en operatie? Geen idee hoe dat normaal is of zo. Ik weet dat mijn eerste consultatie 12 januari was. Ik weet dat echt nog zo goed, omdat ik zo blij was. En 5 februari ben ik geopereerd geweest. Waarom heb ik het eigenlijk gedaan? Heb ik een specifieke reden? Omdat ik mij niet goed in mijn vel voelde, zoals ik al zei. Omdat ik graag iets meer borst wou, omdat ik mij graag iets vrouwelijker wou voelen. Ben ik nog altijd tevreden over mijn borsten? En heb ik nooit problemen of last gehad? Ik heb nooit problemen of last gehad met mijn borsten en ik ben nog altijd heel tevreden. Als ik één ding zou kunnen veranderen of de tijd kon terugdraaien, dan was ik iets groter gegaan. Omdat hij zei toen, het was twijfel tussen 2,30 en 2,50 denk ik. En hij zei, als het erin zit, gaat je dat verschil niet merken. En de meesten hebben daarna altijd spijt dat ze niet naar die iets grotere maat zijn gegaan. En ik zei toen, nee, 2,30 is goed voor mij. En dat zou ik nu wel veranderen. Ik heb vaak meisjes die mij sturen van, ik twijfel tussen 3,20 of 3,25. Pak dan 3,25, want die 5 cc gaat echt geen groot verschil zijn. Je gaat dat zelf niet eens zien. Dus ik zou altijd, als je twijfelt, naar die paar cc meer gaan. Welke cupmaat had ik en welke cupmaat heb ik nu? Ik had 75 AA. En nu hangt er vanaf in sommige BH's, zoals van de Hunkemöller en zo, heb ik 75 C. En Victoria's Secret en zo heb ik 5. Dat werkt met 34, maar dat is ook 75. D of double D. Hangt er echt vanaf van merk tot merk. Ben ik lang in het ziekenhuis moeten blijven? Nee. Dat is een privékliniek. Dus dat werd daar gedaan. En ik mocht die dag zelf naar huis. Ik denk dat ik rond 9 uur 's ochtends ben binnengegaan. En rond 3 of 4 uur al naar huis ben mogen gaan. Dat hangt ook van iedereen persoonlijk af. Sommigen zijn ziek van narcose, sommigen niet. Ik was een beetje misselijk, maar amper, dus ik kon redelijk snel naar huis. Iemand vraagt, staan ze vanzelf zo dicht bij elkaar, zoals op bikinifoto's of zonder BH niet? Ik heb nu geen BH aan, ik ga proberen te laten zien, maar zo staan ze. Dus ze staan wel redelijk dicht bij elkaar. Allee, gewoon, ik vind het goed, ik vind het mooi. Heb ik nog littekens of heb ik iets gedaan om mijn littekens te verminderen? Ik moet eerlijk zijn, ik heb nog altijd littekens. Ik ga ze niet laten zien, want dat is natuurlijk in my private area. Maar het is echt een heel licht streepje. Heel lichtjes. Ja, niet rood, maar zo. Als je gewoon een litteken hebt, eigenlijk op je arm of zo, of op je been, dan kan dat zo precies een klein beetje dikker eruit zien of zo. En zo. Ja, je ziet gewoon wel nog een klein beetje een litteken, maar het valt eigenlijk niet op. En het is onder de plooi van mijn borst, want ik ben onder de plooi geopereerd. Dus ja, het valt echt niet op. En heb ik iets gedaan om dat te verminderen? Ja, ik kreeg een crème mee toen daar om mijn littekentjes mee in te smeren. Deed het lang pijn? Bij mij persoonlijk niet. Ik was de dag daarna, liep ik gewoon terug rond. Ik heb echt geen last gehad. Heb ik de grootte gekozen van de implantaten op basis van voorbeeldfoto van borsten? Nee, eigenlijk. Ik weet dat ik wel een paar foto's mee had, zoals die van Gypsy One op Instagram. Ik weet niet, velen kennen die misschien wel.
Ik denk dat zij Jenna of zoiets noemt. Haar borsten vond ik heel mooi. Heel rond, heel mooi. Maar zoiets in de aard wou ik wel. Dus dat heb ik ongeveer laten zien. En dan heb ik ook wel verteld dat ik heel natuurlijk wou. En al die dingen. Dus dan heb ik gewoon implantaten onder mijn blouse gepast eigenlijk. Dus je moet die zo in je blouse steken. En dan kun je in de spiegel zien wat vind ik mooi, wat vind ik niet mooi. Zou ik ooit willen groter gaan? Dat is iets waar dat ik heel soms wel aan denk, ja. Ik denk niet dat ik dat zou doen. Omdat ik vind dat dit heel mooi bij mij is. En ik wil niet uit proportie zijn. Als je mager bent en je hebt hele grote borsten, dan kan dat al snel... ja, meer vulgair overkomen. Of ja, niet per se meer vulgair, maar gewoon... ja, vooral uit proportie vind ik. En ik zou ook nooit willen dat ze gaan hangen en zo. Dus ik denk niet dat ik dat ooit zou doen. Nee. Ik heb er wel aan gedacht, maar ik zou het niet doen. Moeten mijn implantaten ooit nog vervangen worden of kunnen die de rest van uw leven blijven zitten? Wel, tegenwoordig is het zo, als je goede implantaten hebt, dan kunnen die of voor de rest van uw leven blijven zitten. Of binnen 20 jaar of zo, dat ze zeggen, oké, nu voel ik dat er een kapsel rondkomt, ze moeten die vervangen. Er is geen tijd hoe lang die kunnen blijven zitten of... wanneer die eruit moeten, dat hangt ook van lichaam tot lichaam af. Hoogstwaarschijnlijk, als ik ooit een kindje of kindjes heb gehad of zo, dat ze dan vervangen moeten worden. Omdat u de vorm van uw borst verandert en uw borsten misschien iets meer gaan hangen of iets leger gaan zijn. Als je borstvoeding hebt gegeven, dan waarschijnlijk gaan die vervangen worden. Maar ik ken mensen die hun implantaten al 30 jaar hebben en nog nooit hebben laten vervangen, wat ook niet nodig is. Dus dat hangt van persoon tot persoon af. Kan ik nog borstvoeding geven? Ja, want mijn tepel is niet verplaatst of zo. Dat was allemaal niet nodig. Dat is meestal alleen nodig bij een borstlift. Maar dus ik kan gewoon nog borstvoeding geven. Mijn tepelkanaal is niet doorgeknipt of niks. En als ik ooit een kindje heb, dan gaat dat nog. Ook heb ik de vraag hier als ik nog gevoel heb in mijn tepels. En ja, mijn gevoel is zelfs wel wat versterkt nadat ik mijn borstvergroting heb ondergaan. Ik heb heel vaak stijve tepels, gewoon ook al is het niet koud of zo. Dus ja, die zijn veel vaker zo als voor de operatie. Maar ik vind dat wel mooi. Dus dat is ook helemaal geen probleem. En ja, ik heb nog altijd echt wel gevoel erin. Heb ik ooit spijt gehad van mijn boobjob? Nope, echt nooit. Geen 1 seconde. Echt gewoon nog nooit. Het enige wat ik soms nu denk was, heb ik dat maar vroeger gedaan. Want ik heb me zoveel jaren zo slecht gevoeld. En ik heb dat dan op mijn 24ste of zo laten doen. En soms denk ik wel, had ik dat maar vroeger gedaan. Maar natuurlijk, je moet ook wel je tijd nemen om over zoiets te denken. En je moet ook wel een bepaalde leeftijd hebben, vind ik. Ik vind, als je dat al gaat doen op je 16, 17, 18, je lichaam kan nog veranderen. Dus ik zou altijd even wachten tot je in de 20 bent. Hoe lang heb ik het rustig aan moeten doen? Dat was 6 weken, mocht je niet sporten en moet je sport-BH dragen. Maar zoals ik al zei, ik heb echt geen last gehad, geen pijn, niks. Het enige wat ik vervelend vond was op mijn rug slapen. En ja, ik heb echt niks last gehad. Dus ik ben denk ik zelfs de dag daarna terug gaan werken toen. Normaal had ik een week vrij, maar ik kon niet thuis zitten, dus... Wil je zo zitten als je slaapt op je buik? Dat is voor mij al zo gewoon eigenlijk. Maar ik denk wel, als ik op mijn buik lig, dat dat misschien wel harder voelt. Allee, nu is daar gewoon iets. Maar ik denk sowieso, iemand die borsten heeft en op zijn buik ligt, heeft zijn borsten, hè, waar die op ligt. Allee, ik weet niet. Ik voel niet dat daar implantaten in zitten, nee. Maar ik voel wel dat ik borsten heb als ik op mijn buik lig. En dat had ik daarvoor niet. Iemand zegt, ik vind het heel knap dat je ervoor uitkomt. Er is nog veel te veel taboe over. Dat vind ik ook. Allee, het zijn maar borsten uiteindelijk. En het is
iedereen doet wat dat die persoon gelukkig maakt. Dus ik vind ook dat daar geen taboe over moet zijn. Iemand zegt ook, jouw boobies staan mooi dicht bij elkaar, de mijne jammer genoeg niet. Ja, ik denk ook weer dat dat afhangt van persoon tot persoon. Ik had al redelijk... Alleen mijn borstetjes die ik had waren heel rond en stonden redelijk perky naar voren en in het midden en niet echt fel opzij of zo. Dus ik denk dat ik daar wel geluk mee heb gehad. Iemand zegt, hele rare vraag, maar zijn uw tepels nog in proportie? Dat is mijn schrik. Ja, mijn tepels zijn nog perfect in proportie met mijn borstvergroting. Mijn tepel past perfect bij de grootte van mijn borsten. Ik denk wel inderdaad dat dat soms anders kan zijn, maar ik zou daar met uw plastische chirurg over praten als uw tepel dan nog mooi is of niet. Ik denk als ik heel groot zou gaan, ja, dan heb ik maar nog maar een mini tepelke eigenlijk erop. Dan zou het niet mooi zijn. Maar nu zijn mijn tepels heel goed bij mijn borsten. Nou, deze vraag is ook echt wel redelijk wat gekomen. Ben je bang voor breast implant illness? Dat was een tijdje echt wel een heel gedoe op Instagram. Ik heb dat zo wel een beetje gevolgd met Carissa Poekas, of hoe noemt dat meisje, die haar implantaat heeft laten verwijderen omdat hij er 100% zeker van was dat zij daar ziek van werd. Studies kunnen dat niet bewijzen. Professionals kunnen dat niet aantonen dat dat zo is. Dus het is eigenlijk maar een gedachte. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik heb er ook aan gedacht, aangezien dat dat toen een hele heisa was en ineens liet ook iedereen op Instagram zijn borsten verwijderen, want breast implant illness, het kan maar eens zijn dat je dat hebt. Het houdt eigenlijk in, ja, er zijn heel veel symptomen van, je moet het maar eens googlen, maar de symptomen gaan heel ver van, je voelt je duizelig, je hebt minder honger, je komt bij of je valt af. Je zweet veel of net niet. Je hebt een rare geur van metaal. Maar het kan ook zijn dat je goed heel vast slaapt. Maar het kan ook zijn dat je niet slaapt. Dus de symptomen zijn voor mij zo'n beetje too much. Het kan alle kanten uitgaan als ik goed slaap. En niet veel honger heb bijvoorbeeld. Dan kan het zijn dat ik dat heb. Maar heb ik heel veel honger en slaap ik heel slecht. Dan kan het ook zijn dat ik dat heb. Dus ik vond de symptomen een beetje te vaag allemaal. Maar ik heb er wel heel even aan gedacht om eerlijk te zijn. Omdat een van de symptomen ook angststoornis is. En ik heb een angststoornis. Maar dan was ik aan het denken, mijn angststoornis gaat way back van voordat ik mijn borsten had. Dus daar kan het niet aan liggen. Voor de rest, die symptomen, ja, ik ben sommige dagen ook wel eens moe. Maar als dat nu van mijn implantaten komt, ik denk van niet. En andere dagen ben ik dan weer niet moe. En soms heb ik ook wel eens geen honger. En andere dagen weer wel. Dus ik vind de symptomen allemaal een beetje too much over the place. En ja, eigenlijk kan iedereen breast implant illness hebben als je de symptomen leest. Want iedereen vindt wel iets wat ertussen staat van, ah ja, ik ben de laatste tijd wel heel moe. Ja, ik zal dat wel hebben. Of, ah ja, ik slaap de laatste tijd zo vast. Ja, ik zal dat wel hebben. Snap je? Ik vind, dat is allemaal niet wetenschappelijk bewezen dat zoiets kan. Dus ik vind dat een klein beetje zever in pakjes. En dat is gewoon heel fel gehyped op social media. Ik heb toen ook heel veel berichtjes gekregen van meisjes van, oh my god, nu heb ik keiveel schrik dat ik dat heb. Maar ik denk echt niet dat dat allemaal zo... Ja, ik denk dat je gewoon niet op die symptomen op basis daarvan moet gaan kijken. Oké, heb je echt pijn of echt... Blijft je last hebben van je borstvergroting of zo? Ja, dan zal er wel iets mis zijn met je implantaat. Maar breast illness, ziekte, ik weet niet. Ik heb er geen schrik voor, alleszins. En ik denk ook gewoon dat je niet te veel moet laten beïnvloeden op social media of zo. Wat zijn de gevaren van een boobjob en hebben ze u ook hiervoor gewaarschuwd? Natuurlijk hebben ze mij daarvoor gewaarschuwd. Je moet ook papieren tekenen
Want het is en blijft een operatie onder narcose. Dus er kan altijd iets misgaan. Ik ga nog even dus hout vasthouden, sorry. Maar dat is mijn bijgeloof. Er kan altijd iets misgaan. Het is en blijft een operatie, hè. Je laat iets doen aan je lichaam. Je bent onder narcose. Kan altijd iets mislopen. Maar dat is heel uitzonderlijk. De dokters doen dat dagelijks. Dus die weten ook wel waar ze mee bezig zijn. Plus, ja, natuurlijk zijn er gevaren waar je voor gewaarschuwd wordt. Uw lichaam kan een implantaat afstoten. Uw litteken kan misschien gaan ontsteken. Zo'n dingen, er kan een bloeding voorkomen. Zo'n dingen kunnen altijd gebeuren, maar dat is eerder uitzonderlijk. Dus daar had ik eigenlijk niet echt schrik voor. Dan de laatste vraag, denk ik. Dan hebben ze allemaal gehad. Hoe heb ik mijn ouders kunnen overtuigen? Ik heb mijn ouders totaal niet overtuigd. Ik was 24, dus het is mijn lichaam. Ik doe wat dat ik wil. Ik was op een leeftijd dat ik kies wat dat ik wil. Dat ze eigenlijk ja, op een legale manier niks meer over mij te zeggen hebben als ik zoiets wil doen. Ze waren daar geen grote fan van. Omdat ik denk ook wel, je zet je kind op de wereld en je vindt je kind perfect hoe dat het is. En als hij dan iets aan haar of zijn eigen wil veranderen, denk ik als ouder dat je dan wel zoiets hebt van allee, maar je ziet er toch kei mooi uit, want elke ouder ziet zijn kind super graag. En vindt hij het mooiste wat er is, denk ik. Ja, ze vonden dat natuurlijk niet echt leuk dat ik dat ging laten doen. Ik ben gewoon eigenlijk na mijn consultatie hier gekomen. En dan heb ik gezegd, ma, papa, of eerst alleen tegen mama, ik weet het niet meer juist. Maar alleszins heb ik gezegd, kijk, 5 februari word ik geopereerd en ga ik een borstvergroting doen. Ja, ze vonden dat spijtig, omdat ze zei, je lichaam is perfect en je bent zo mooi en je bent zo perfect. En wat heel lief was. Maar ik heb toen ook gezegd van, kijk, ik doe dat niet voor jullie, ik doe dat niet voor de buitenwereld, ik doe dat niet voor mijn lief, ik doe dat voor niemand anders buiten mezelf. En zij wouden dan wel ook weten van hoe groot en hoe gaat dat eruit zien en zo. En dan ja, waren ze wel wat meer gerustgesteld, ook omdat ze zoiets hadden van oké, je gaat niet zo'n borst zetten. En ja, dat denk ik ook wel wat geruststellender was voor hun. En dan erna, ja, ik weet niet, er is eigenlijk nooit meer echt over gepraat geweest. Nu is dat gewoon normaal dat ik dat heb. En allee, valt dat denk ik voor hun ook niet meer op. En hebben ze dat ook echt wel geaccepteerd. Ik denk ook wel dat ze hebben gezien dat ik daarna wel gelukkiger was met hoe ik eruit zag. En dat dat voor mij persoonlijk wel een grote stap was, maar een goede stap. Die ik echt wou nemen. Dus ja, mijn ouders zijn wel ja, supportive. En ja, mijn ouders zijn altijd heel, heel fier en heel trots op wat dat ik doe. Ook al zou er iets hun niet aanstaan. Het is en het blijft mijn leven. En zij zijn een enorm groot deel van mijn leven. En ik weet dat mijn ouders er altijd voor mij zullen zijn, wat ik ook doe. Ook al zijn ze ergens niet mee akkoord, in ons gezin kan wel altijd goed erover gebabbeld worden. En ja, kan iedereen zijn mening wel zeggen. Dus dat is wel fijn. Ik denk ook gewoon dat je ouders moet duidelijk maken waarom dat je het doet. En dat je zelf ook echt goed moet nadenken dat je het met de juiste intenties doet. Dat je het puur voor jezelf doet. En alsjeblieft niet voor iemand anders. Want als er iemand is die je wil veranderen, dan is die persoon het gewoon niet waard om u in zijn leven te hebben. En neem er alsjeblieft afstand van. Want iedereen is mooi zoals die is. En je moet echt niks veranderen omdat iemand anders het zegt. Alsjeblieft, doe dat echt nooit. Doe het enkel voor jezelf als je het wilt. En luister gewoon naar je gevoel en naar je hart en wat het jij zelf wilt.
Oké, zo. Ik denk dat het weer een lange video was. Sorry daarvoor. Maar ik hoop dat ik bij deze al jullie vragen heb beantwoord. Als er nog iets is of nog een vraag waar jullie mee zitten, laat het mij in de comments weten en ik beantwoord hem daar graag voor jullie. Doe zeker thumbs up voor deze video en voor de boobs! Doe thumbs up voor de boobies! Woehoe! Oké, ja. Maar bedankt alstublieft om te kijken en ik zie jullie overmorgen! Oh!